Kijk naar weer een nieuwe video. In deze video gaan we proberen Charlie naar rang 35 te pushen. Uh, ik moet nog best wel wat rango's. Uh, even kijken, ik moet er nog vijf. Uh, misschien ga ik ze allemaal doen, misschien niet. Eigenlijk denk ik Henk en Doe niet. Misschien Chuck. Ik weet het niet. Laat weten of jullie dat willen. Laat zeker een duimpje omhoog achter. Als je de video leuk vindt, als je het niet leuk vindt, doe een duimpje omlaag of zo. En abonneer. Uh, en ja, ik zie jullie bij het eerste potje. Oké, okay, aangekomen bij het eerste potje tegen een Shelly en Tara en een. Fuck, hoe heet dat ding? Jackie. <laughs> Oké. Okay. Ja, deze matchup is best wel easy. Um, Tara is een van de hardste counters, denk, voor Charlie in de game. Maar daar maakt niet heel veel uit. Want op deze map, uh, mijn teammates kunnen Tara ook aanpakken. En op deze map. Um, doet Tara sowieso niet heel erg veel, want we breken gewoon alle muren. En ja, wat gaat Tara dan doen tegen Charlie? Um, Oké. Okay. Let's go. Ik heb met Charlie eerst gepusht in heist. Toen hebben we Hot gedaan. Maar Hotzone niks omhoog. Nou ja, wel omhoog. Maar weer teruggetild naar 1200. Uh, van twa ik had van 1200 naar 1230 daar gepusht. En weer terug. En die map vond ik echt kut. Dus geswitcht nu naar. Um, hoe heet dit? Wipeout. Um, en ja, Charlie is niet echt een carry. Nou ja, Charlie is wel een carry brawler. Maar in deze Wipeout niet echt. Uh, mijn teammates carry vooral. En als de muren eenmaal weg zijn, dan is het gewoon GG. Dan schieten gewoon alle 3D-heten op hun. En dan ja, is er niet echt iets wat de enemies kunnen doen. Oké, okay, ik moet even oppassen voor die Jackie hier. Uh, misschien ben ik dood. Ja, helaas. Uh, maar het kan gebeuren. Ik heb mijn hypercharge, dat is ook top. Mijn gadgets zijn wel op. Uh, maar dat maakt niet, niet heel erg uit. Die gadgets moet je gewoon spammen. Volgens mij zit daar iemand. Oh nee, nee, daar zit niemand. Prima. Uh, Oké. Okay. Ik wil op de hypercharge klikken en toen heb ik super gedrukt en geweest. Um, dat is niet best, maar we kunnen die Shelly misschien hier nog killen. Laten we hypercharge inzetten, doen we iets meer damage. Dat was die one-shot, ja, want je doet 1600 damage en dan met hypercharge doe je ongeveer 2000, ja, 2080. Um, dus dat is top. Uh, let's go, dit potje ziet er wel uit dat we winnen hun hebben wel twee hypercharges, maar ja, als we heel goed spelen gaat die Jackie sowieso niks kunnen doen met die hypercharge. Als Jackie of Shelly te dichtbij komt, dan zal ik hun superen, uh, een van hun in ieder geval. Let's go. Als hun de hypercharge use en je supert ze gewoon, dan is een hele hypercharge eigenlijk gewoon geweest. Wat echt top is. Waste uh, is verspillen. Uh, Oké, okay, we moeten echt oppassen. Ze hebben drie supers. Nou, die guy is dood sowieso. Uh-oh. Uh, kill hem. Wat? Oké, okay, beter. Ja, yeah, nice. Ik heb Black Sea daar gesaved. Uh, en ja, als die Jackie uit die kalkoen komt, is ze uh, dood. Nou, mooi. Uh... GD's, dan was dit het eerste potje. Um... Even kijken wie het waren. Hmm, ken ik niet. Nou ja, kijk. We hebben dus twee kills, één keer dood. Het is niet heel... Oh, World is nu... Oké, okay, nou ga ik in matchmaking lekker kijken. Uh, nou ja, mensen. Ik zie jullie in ieder geval bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje tegen naar Rosa en Jean en de morts. Oké, okay, deze matchup ziet er heel makkelijk uit. Um, ja, ik heb de laatste paar games echt easy matchups. Nou, prima. Gratis trophies. Um, maar het kan ook zijn dat we gaan verliezen. Morts kan een beetje lastig zijn als het een goede morts is met weinig ping bijvoorbeeld. Ehm, uh, oké, okay, ze zijn allemaal daar, prima. Dan, hit, dan uh, hitten we even daar met die brok, inderdaad. En dan, ja, zitten ze hier al gewoon vast en dan killen we ze. Uh, oh, uh, super verspild. Maar maakt niet heel erg uit, want hij is alsnog dood. Uh, oké, okay, even oppassen voor die Jean. Nou ja, in het begin hadden we moeilijke matches. Ik dacht, die komen wel weer terug, want de matchmaking uh, is natuurlijk elke... Het is nu... Elke 30 minuten kan je tegen hetzelfde team komen. Ehm... Uh, dus we zouden nu in principe weer tegen goede teams horen te komen. Uh, tenzij hun gestopt zijn met spelen. Dat zou top zijn. Uh, Oké, okay, let's go. Ik heb nog één gadget. Dan moet ik even goed met uh, de Jean, zeg maar tanken. Ik kan wel zo doen. Misschien ging Jean mij stuperen, maar dat deed hij niet. Oké, okay, dit is nu irritant. Ik heb mijn hypercharge een beetje verspild. Uh, ja, ja, dat dacht ik al. Oh, heel erg goed. Oké. Okay. Uh, ik heb mezelf daar een soort van gesaved, maar misschien toch niet. Uh, even kijken, die Jean is daar. Ja, deze matchup zei ik dat het heel makkelijk ging zijn. Maar uh, het is toch een beetje gevaarlijk. Ik heb geen gadgets meer. Blakzee heeft wel super. Oké, okay, top. Die is dood. Mooi. Uh, Oké, okay. we moeten eigenlijk even feeden van die Rosa. En voor Jean oppassen. Rosa is zeg maar echt makkelijk voor ons nu. We hebben allemaal range. Jean is eigenlijk ook makkelijk. We moeten gewoon op afstand blijven. Uh, maar dat is soms een beetje lastig. Ik loop nu heel erg naar voren, want ik wil even wat hits. Oké, okay, nice. En kijk, ik heb nu mijn super voor als Mortus komt. Dat hoort dus geen probleem te zijn. Uh, nou ja, prima. Blackshift ook. Oh, dat, dat was zonde. Dat had hij niet moeten doen. Ah, uh, oké, okay, prima. Nu moeten we zorgen dat we hem wel killen als hij uit die kokon komt. Hup. Uh, nee. Oké, okay, dit is wel... Oké, okay. uh, we hebben in ieder geval de gene dood. Uh, even oppassen. Ja, die rozen gaat mij killen. Ik kan... Oh, let's go. <laughs> ja, ik kan mijn super krijgen, wou ik zeggen. Um, Oké, okay, nou, die is ook dood. Top, nog twee kills. En hebben we dit potje ook gewonnen. Uh, ze spelen best wel. Oké, okay, het is ook wel een beetje dat met hun combo je. Hoe heet dat? Oh, Jean. Oké, okay. dat je met hun combo wel een surprise play kan maken. Maar toch hebben ze niet heel erg veel kunnen doen. Dus ze wilden eigenlijk ook niet heel goed. E Eén kill, één keer dood. Defects heeft echt gecarried, Dat is, dat is mooi. Uh, hij heeft trouwens uh, 88k insane. Uh, nou ja, nog vier potjes winnen. Zie ik jullie weer bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje tegen een Jean, Rosa en een Ems. Oké, okay, prima. Uh, als wij gewoon weer even heel snel de map openmaken, dan is het echt gewoon een easy win. Denk ik. Tenzij we echt de controle verliezen. Uh, maar dat gebeurt meestal niet echt. Uh, we spelen eigenlijk elke keer hetzelfde. Kijk, Davex breedt die twee stukjes, waardoor de enemies echt vastzitten in het kleine stukje. Waardoor wij eigenlijk nu al de controle hebben. En ja, daardoor gaan we ze een beetje spawn trappen. Oké, okay, als Blaxi jumpt, is het perfect. Ja, kijk. Die muur gebroken, die andere muur ook. En nu is het eigenlijk gewoon een kwestie van hun een beetje farmen. Uh, als hun deed achter die muurtjes gaan blijven, gaat het wel lastig zijn. Misschien. Nee, Dave heeft volgens mij geen gated meer. Weet ik niet zeker. Uh, maar hij breekt het lekker in die muur. Oké. Okay. Ja, nu gaan we ze echt heel erg kunnen spawn trappen. Want ze hebben nog maar twee muurtjes eigenlijk. En wij zijn met z'n drieën. Dus we zouden ze wel een beetje kunnen pinch pinchen tussen die muren. Uh, ik zet deze even in. Ja, het heeft niet heel veel nut tegen Rosa. Het doel ervan is dat Rosa gaat schieten. En dat is een beetje haar ammo waste. Oké, okay, ik ga hier misschien ook dood. Ik moet even deze inzetten. En dan. Mm, nee, gewoon weglopen. Prima. We hebben al drie kills. Hun niet. Oké, okay, Sea jump. Nice. Oké, okay, die is ook dood. En ja, kijk, zoals jullie kunnen zien, loopt het gewoon heel erg, uh, heel erg lekker. Oké, okay, Sea weer dood. Helaas. Nou, ik weet niet weer. In ieder geval weer iemand van mijn team dood. Uh, Oké, okay, nou ik kan hem alsnog wel killen. Mooi. Uh, die bosjes zijn. Ja, zijn misschien een beetje. Ja, ik weet niet hoe ik dit moet commenteren. Die bosjes zijn een beetje irritant. Kijk, nu uh, kan die Rosa daar een beetje inlopen. Maar toch. Oké, okay, ik gooi die op jean. Zelfs als je niet hit, dat is zelfs misschien beter. Want kijk, dan, dan komen die uh, pets erop. En ja, dan uh, kun je gewoon die jean easy killen. Net, als, net zo in een Piper, die heeft geen. Uh, die, die heeft zeg maar single shots waardoor die dingen heel goed er tegen zijn. Oké, okay, ik ben zelfs geen star player als ik 4 kills heb. Ja, Blaxie heeft meer dan dubbele damage. Uh, maar zoals jullie kunnen zien heb ik ook bijna de mastery. Waardoor het wel lekker is als ik star player krijg. Want uh, ja, die mastery moet ik gewoon verder gaan halen in uh, Power League of zoiets. Of misschien Charlie naar 1300 pushen. Ik zie eigenlijk wel wat ik ga doen. In ieder geval, we gaan nu even de rank 35 halen. Uh, dus ja, ik zie jullie bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje tegen een Charlie M. Stara. Oké. Okay eerlijk dit is best een goede combo, uh, maar ik weet niet hoe goed het tegen ons is. Ee, hey, uh, ik zie net dat Defex echt net goal 3 op Brock heeft gehaald. Volgens mij had hij vorig potje nog goal 2. Uh, oké, okay, dat is toevallig dat ik dat zo random zie. Uh, oké, okay. Tara dood, mooi. Als Brock eventjes, waar ik, ik schiet even op die corner, zeg maar, want dat, dat daar niemand doorheen kan lopen. Als die weg is, is het top. Ja, oké, okay. uh, ik had die kill kunnen krijgen, maar ja, hij plaatst die pads. Uh, oké, okay. ik zou zeggen breekt die zo, nice. Oké, okay, ja, het gaat gewoon goed nu. Um, wat gebeurt daar met die Tara? Okay, maak niet... Oh, fuck. Ik had niet door dat ik one-shot was. Dat is heel slecht van mij. Um, eventjes kijken. Uh, kill ik die? Nice. Mooi gedaan. Ik kan... Oh. <laughs> ik wou zeggen, ik kan mijn gadgets wel even goed inzetten in het begin. Dat is ook wat... Uh, ik had een video gekeken van YDE. Dat is een goede speler. Uh, hij had gezegd dat je in het begin van de match heel erg je gadgets moet spammen... En als je dan control hebt, dan, uh, ja, dan heb je je gadgets toch niet meer echt nodig. Uh, we hebben echt al vier kills gemaakt volgens mij. Ik wil even startplayer player worden, want ik wil uh, meer mastery punten krijgen voor Charlie. Uh, want die mastery is best wel leuk. Uh, ik heb gisteren trouwens ook mijn RT van 1150 naar 950 uh, getild. Zodat ik wat makkelijker de mastery kan halen. Uh, want jullie vinden die mastery video's heel leuk. En ik heb RT op 19.000 punten voor mastery of zo. En ja, ik heb geen zin om dit het hoog daarmee te pushen. Uh, dus ik kan mijn RT binnenkort wel halen. Uh, ik vind RT wel saai om te spelen. Maar goed, uh, weer geen Star Player. Oké. Okay. Uh, maar ja, nog twee potjes winnen. Zie ik jullie bij het volgende potje. In ieder geval, die RT, Ik vind de RT best wel saai. Uh, even kijken waar die is. Oh. Most Trophies zijn en wel te vinden. Ja, kijk. Ik heb 19.000 punten voor RT. Ik kan die Mastery best halen. De titel vind ik niet heel leuk of zo. Maar ja, weet je waarom niet? Dan moet ik nog. 5600 punten halen. Uh, wat zeg maar een één dag grind is. Heb ik geen zin om te doen met RT. Uh, dus ik ga dat misschien echt in stukjes doen van. Nou ja. Uh, 500 per dag of zo. Uh, de, maar die RT Mastery komt er denk ik wel aan binnenkort. Daarom heb ik hem gedropt. Uh, maar Charlie ga ik niet meer droppen. Als ik Charlie nu zo close heb voor die Mastery. Ga ik niet Charlie helemaal vanaf 1250 weer droppen naar 900. Om een paar Mastery dingen te halen. Doe ik wel een Power League of zoiets. Of. Uh, ...Charlie naar 1300 pushen of zo. Ik weet nog niet zeker hoe ik dat allemaal ga doen. Er uh, is eigenlijk een zorg voor later. Laat maar in de comments achter wat jullie zouden willen dat ik doe. Uh, en dan zie ik jullie bij het volgende potje. Uh, Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje tegen een Jackie Shelley Brock. Uh, Oké, okay. de uh, Jackie heeft Mastery Level 3 of Gold 3. Dus dat is sowieso iemand die ervaring met Jackie heeft. Dus misschien... Uh, oh, kijk, ja. Dat, uh, het was een gevaarlijke play, maar gelukkig... Schoten mijn teammates in de juiste richting. Zeg maar dat die Jackie echt veel damage kreeg. Maar uh, als mijn teammates daar niet goed op hadden gelet, ik zelf ook niet, dan uh, was ik waarschijnlijk naar dood gegaan. Dus ja, een mooie poging van die Jackie. Maar eigenlijk per ongeluk. Uh, kilden we haar sowieso al. Uh, Oké, okay, dit is een hele goede super van uh, onze Brok. Die Brok werd gehit en die Jackie werd gehit. En ja, we hebben nu al zes kills. Dit potje ziet er niet uit alsof we dit uh, gaan verliezen. Uh, dus dat is mooi. Oké, okay, laat ik die hypercharge inzetten. Ik ben hier one-shot, maar ik ben. Oh, ja, yeah, oké. Okay. Gelukkig was ik niet one-shot. Uh, oké, okay, nice. En als die uit die ding komt, is die dood. Uh, of we killen die Jackie al gewoon. <laughs> killen die Jackie wel. Oh, ook okay, toch niet. Wat een commentary. Wat een slechte commentary. Boeien. Uh, ja, uh, weer geen star player. Helaas. Helaas. Nog één potje. Nog één kans om star player te worden. Om nog en net iets meer mastery punten te krijgen. Dus ik zie jullie. Bij het laatste... Oké, okay, aangekomen bij het volgende bordje tegen een Em's Buster Gene. Gene goal 3. Misschien een goede speler met Jean. Uh, Oké, okay, even kijken. Deze match was best wel snel. De match was misschien een minuut. Uh, dus het team zit denk ik best wel hoog. Sowieso 1100 plus. Uh, dus dat is ook iets waar je op moet letten. Dan weet je dat die mensen uh, serieuze pushers zijn. En gewoon hun best gaan doen. Zeg maar. Want al kom je tegen randoms, weet je wel. Als je met, zelfs met randoms speelt. Dan boeit het je waarschijnlijk niet echt met een lage brawler. Uh, om te verliezen. Maar ja, hun willen niet die min 11, min 12 pakken. Uh, het kan ook zijn dat ze 1000 zitten, maar ik denk dat ze wel 1100 zitten. Uh, en ja, dus daar, dat is goed voor ons om te weten, want dan weten we. Oké, okay, die buster loopt om. Uh, dus dan weten we dat deze gasten serieus gaan spelen. Oké, okay, buster is bijna dood. Uh, ik ren. Oh, wat slecht. Nee, wat slecht van mij. Uh, Oké, okay, Blaxy maakt een kill op Jean. We staan nog voor. Ik dacht, ik ren op die buster af en ik auto-aim gewoon. Maar nou, ik mis al mijn auto-aim-shots. Ehm. Uh, we hebben controle wat mooi is. Uh, Oké, okay. laten we even wachten tot die buster over is. Ja, de buster is niet heel bijzonder als de muren weg zijn. Wat ik vooral goed vind aan buster is zijn gadget. Uh, en daar kan je wel leuke plays mee maken. Oké, okay, we hebben nu de super buster even hitten. Prima. Uh, en dan kunnen we die buster killen als hij eruit komt. Uh, ja, laten we dat gewoon doen. Mooi. Uh, buster is gewoon heel goed als de muren er nog wel zijn en hij een beetje op ons kan sneaken. Uh, maar nu, nu de map open is, is Buster niet meer goed. Ja, deze game gaan we denk ik wel weer winnen. Uh, nou, gemakkelijk rang 35 dit. Moet ik niet te vroeg zeggen. Ik heb echt geen zin om dit te jinxen en te gaan verliezen. Uh, Oké, okay. hup, Jean. Nice. Even kijken, die Ems wil die Jean waarschijnlijk bevrijden. Dus we moeten hier eventjes oppassen. Oké, okay, mooi. Uh, nog drie kills. En we hebben nog een minuut. En uh, ja, wij kunnen eigenlijk <laughs> zelf allemaal doodgaan en dan nog steeds winnen. Uh, Oké, okay, let's go. Ja, kijk. Ook al kill ik de G niet, ik gooi wel die pets op hem. Of ik bedoel, ook al hit ik de G niet met die super, ik gooi wel die pets op hem. Wat wel een goede kans voor ons had geweest om hem te killen. Lukt het toch niet. Uh, maar het gaat niet heel veel verschil maken, denk ik. Het enige verschil is dat de game iets langer gaat duren. Hup. Hup. Nice. Finishing touch voor mij. Um, en dat was dan rang 5 naar Charlie. De beste brawler nu in de game, waarschijnlijk. Dus ja, geen surprise dat ik die gewoon naar rang 35 heb gepusht. 60 credits. Wat een reward. Even eens kijken. Volgens mij heb ik max credits. Dus ik ga ze er niet eens bij kunnen krijgen. of wel? Ja, ik heb ze niet eens gekregen. Blink was het trouwens, sorry. Nice. Nou, mensen. Uh, bedankt voor het kijken in deze video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Laat even achter wat ik moet doen met die mastery. Ik doe nog. Uh, 2000 punten precies. En uh, wat ik moet doen met die RT Mastery, of met andere rang 35. In ieder geval mensen bedankt voor het kijken. Ik zie jullie later. Ik heb de blinker wel, ge wel bij gekregen ineens. Uh, Oké, okay. nou ja bedankt voor het kijken. Ik zie jullie nu echt later, mensen.